We're watching you too. Hey, hey, how are you? We're watching you too. Tussen de 50 en 100 studenten verzamelden zich bij het Lipsius gebouw in Leiden. De 370 slimme camera's die de universiteit heeft opgehangen, zijn volgens de studenten echt van een ander kaliber dan de doorsnee bewakingscamera. Het verschil is dat deze camera's dus eigenlijk veel meer waarnemen dan alleen gewoon beelden die door een beveiliger worden gekeken. Die data kan worden opgeslagen, daarmee kan aan de haal worden gegaan door hackers, omdat het netwerk heel erg slecht beveiligd is. En dat is een heel groot probleem. Daarnaast is het bedrijf deels gevestigd in China, wat het ook niet veiliger maakt gezien gegevens. En de studenten staan niet alleen in hun kritiek, want ook een flink aantal universitair docenten maakt zich zorgen. Het is niet noodzakelijkerwijs een privacy schending, maar het punt is dat het de potentie wel in het systeem besloten zit. Dus die camera's kunnen veel meer, met name ook een groter analytisch vermogen. Ze kunnen gegevens van de personen die voorbij komen, zelfs als de persoon niet duidelijk in beeld is, alsnog bepaalde gegevens analyseren, zoals lengte, zoals welke kant je oploopt, of je man of vrouw bent en dergelijke. En daar spreek je toch volgens mij al over privacy schending. Volgens de Universiteit Leiden is er niet goed gecommuniceerd over de komst van de camera's, maar is er verder niet zoveel aan de hand. Ik kan me heel goed voorstellen dat er zorgen zijn. Daar hadden we zelf ook alert op moeten zijn. We hadden eerder moeten communiceren, dus dat zeg ik ook. En dat niet goed is gegaan. Het is wel zo dat wij een duidelijke overeenkomst hebben gesloten met de fabrikant van deze camera's. Niemand kan zomaar bij die privacy-instellingen. Dus inmiddels is er wel het een en ander gebeurd. Er is nooit een lek geweest. Er hebben nooit beelden rondgecirculeerd. Er zijn nooit mensen in beeld geweest. Dus dat blijf ik wel zeggen. De Universiteit Leiden is natuurlijk een semi-publiek instituut. En ik denk ook dat het feit dat nu hier deze camera's nu hier geïnstalleerd zijn en dat wij dat debat nu aanswengelen ook belangrijk is, omdat het een maatschappelijk debat is. Het is een veel breder debat dan alleen de universiteit. Het is een vraag wat wij als maatschappij willen met de technologie die mogelijk is. En of we datgene wat mogelijk is ook zouden moeten willen invoeren.